Iedere keer dat storm ben ik wakker. Harde wind en storm ben ik altijd wakker. En ik denk altijd aan hetzelfde. Altijd aan die 1836 slachtoffers. En bijzonder aan die 50 hier van die Vosmeer. De watersnoodramp Zeeland en de Zuid-Hollandse eilanden. John de Bree en Rien van der Horst uit Rijswijk maakten als vrijwilliger de ramp van dichtbij mee. Verslaggever Joop Nederpelt ging op zoek naar de twee Rijswijkers en maakte daar een indringende reportage van. We dachten dat de wereld voor hen zou. Maar ja, toen zeiden wij allemaal, dat kon niet, want er zat voorspeld dat er geen zonvloed meer komt. Maar dat dachten wij eigenlijk. Dat het was. Want voor vuur kan misschien nog eens weglopen, maar voor water kan je niet weglopen, want je weet niet waar je naartoe moet. We konden nergens naartoe. Een hevige orkaan samenvallend met een springvloed bracht op 1 februari een ramp over Nederland. Een ramp die een nog niet vast te stellen schade veroorzaakte en helaas vele tientallen mensenlevens kostte. Hoezeer het zuidwesten van ons land te lijden heeft gehad, blijkt uit deze landkaart waarop de door het water verzwolgen gebieden zwart zijn getekend. Men moet terecht van een nationale ramp spreken. Maar die sprong een meter de lucht in en te bakken. Ik dacht dat ik mijn arm gebroken of zo pijn had. Als jij je er nog kan herinneren. Aan de rand van de geteisterde gebieden werden op verschillende plaatsen opvangcentra voor de vluchtelingen ingericht. Het Nederlandse Rode Kruis en andere hulpdiensten en talloze vrijwilligers spanden zich tot het uiterste in om zoveel mogelijk de nood van de geëvacueerden te verlichten. Dat ik toch nog zo uit de band kan springen om mensen te redden en ook dieren. En dat is gewoon mijn aard van leven. Wij kwamen hier samen in het oude stadhuis van Rijswijk. Vroeger was het hier het stadhuis dus. Om hier van hier vandaan dus naar het rampgebied vervoerd te worden. Waren er nog meer mensen die zich hebben aangeboden als vrijwilliger? Ja, zeker. Er waren er heel veel. Maar we hadden een wagen van Krijgsman. De wagen van Krijgsman was dicht met zeil. De vrijwilligers lagen naast elkaar op de balen. Het waren pakken van 10. En de chauffeur was Arie Krijgsman. Je hebt een heel logboek gemaakt. Ja, dat is het ook. De dijken mee gedicht hebt. En toen begon de reis naar het rampgebied. We hadden geluk dat een grote rij wagens van het leger en van zand en allerlei onderdelen voor ons zat. Dus toen konden we ons daar achter sluiten, want je weet zomaar de weg niet, want het was enkel het water en nog eens water. En toen zijn we daar bezig gegaan. Ja, toen gingen we onder leiding ook van het leger, moest je helpen, maar niet alleen de dijken verstevigen, maar ik heb ook in stallen dieren opgepakt en naar de begane grond gesjouwd. Weten jullie nog na hoeveel dagen je weer terugkwam in Rijswijk? Bij mijn weten hebben we daar een dag of 3, 4 zijn we daar geweest. En we kregen eten van het leger en we sliepen allemaal naast elkaar in een soort zaal. Een café daar. Ja, het was wel een grote, het leek net een soort feestzaal waar we sliepen. Allemaal naast elkaar en daar kregen we ook eten. Maar hij was dus wel van het leger ook. Maar ja, ze waren natuurlijk, het was één grote familie. Want het was een noodgebied waar je niet goed van werd hoor.
mensen die erin kwamen, niemand heeft het gered. De kou niet, allemaal wat of er dreef, of er ronddreef, wat of er... Niemand heeft het ooit gered. Tot morgenavond. Gedurende de nacht, vooral in de kustprovincies, tijdelijk zware storm. Overigens stormachtige tot krachtige wind, ruimend van west naar noordwest tot noord. Bericht van de stormvloedwaarschuwingsdienst. Over het noordelijke en westelijke deel van de Noordzee voedt een zware storm tussen noordwest en noord. Het stormveld blijft in verder over het zuidelijke en oostelijke deel van de Noordzee. De chauffeur in de buurt hier van het station Kruinen naar de veerhaven hier, dat is Vlaanderen. En ik kom s'avonds thuis. En, ja, ik was ook thuis. En, zo tot 11 uur was die dienst zo. En ook was het best nog een gezellige avond. En die zegt, dat gaat niet goed. Want ik ben pas van de veerhaven gekomen van mijn late dienst. En het moet eigenlijk laag water zijn. Maar het water staat nog aan de muurtje. En het waait en het stormt zo vreselijk dat gaat niet goed. En we hebben best nog een gezellige avond gehad. Mijn man die was weg. En toen kwam de, en die kwam s'avonds laat thuis. En toen is een, toen kwam het thuis. En toen was zijn koffiebussen verloren. Want die hing met kruinierswaren hing langs de boeren in, op het dorp. En die zei, het wordt zo verschrikkelijk koud. Ik ben nog verdraven hier van mijn paardenkarren. Maar hij zei, ik kon die koffiebussen niet meer redden. Hij zei, daar heb ik maar nog het maar om. Want dat zou toch al wat nat wezen. En ja, toen was een tussenkomt, toen ben ik een eetje. En toen kwam de buurvrouw. En ze zei, het is door allemaal daar. En die was tegen de 65. Ze zei, hij zei, ik heb nog nooit iets meemaakt. Maar zei, ze ben benauwd dat de dieken deur zullen breken. Maar ja, wij waren veel jonger, wij geloofden dat natuurlijk niet, hè. Half uren weer me wakker geschud. En toen kwam de buurman, die kwam vragen om mijn man zijn stallantaantjes. Want zijn vrouw hing bevallen. En ik kon geen ene dokter meer bereiken, zie ik ze. En toen hij kwam, wij hadden een telefoon. En toen hij dokter Schutter op bepaald, maar toen ben ik mee met die man. Want dat vond mijn man zo aardig dat ik mee ging. En toen ben ik die vrouw, die had ik verlost. En toen kwam dokter Schutter aan en die zei tegen me, meisje, zie je houd dat de suggerijfabriek aan. Water stroomde gewoon naar binnen, dat was zo hoog gelijk. Ja, omdat ons huis laag stond. Ja. Toen kwam er een hulpgeroep van de buurman. Die overbuurman. Want die had problemen omdat die vrouw en die pasgeboren baby. Ja, die lagen daar beneden in de bedsteden. En die moesten naar boven. Dus toen is mijn broer, die is door het raam opengeschoven. En door het raam gestapt naar het huis aan de overkant. En daar heeft hij geholpen toen om die kraamvrouw met de baby naar de zolder te brengen. Ze hadden maar een trap, maar wij hadden er nog een laddertje. En dat laddertje, dat had ik zoveel verwaasd, maar het is mijn redding geweest. En daar dat laddertje opgetrokken, we zaten met z'n zesjes op de vliering, op dat zoldertje dat die kinderen sliepen. En toen ben mijn vader hij. En toen moest hem dat dak, maar het water kwam naar boven. En op een gegeven moment was de voorhevel eruit. Ja, en toen zijn we op het dak van de keuken gegaan.
Die zijn in de auto gekropen. Twee van achter, twee van voren. Of drie van achter en drie van voren. En volgens mij tussen Luchtenburg en Kruiningen, toen is het grote gat in die dijk geslagen. En later vertelden de mensen dat het water kwam als een muur. En nam alles mee. In de tijd heb ik de veerboot tegen de Binnendijk zien liggen. Met zijn lampjes bovenin op zijn dynamo's. Maar dan kijk je raar hoor. We dachten dat de wereld verheer zou. Maar ja, toen zeiden wij allemaal dat kon niet. Want er zat bespeld dat er een zondvloed mee komt. Maar dat dachten wij eigenlijk. Dat het was. Want voor vuur kan misschien nog eens weglopen. Maar voor water kan niet weglopen. Want je weet niet waar je naartoe moet. We konden nergens naartoe. In dat water, in die golven, dat huisje stond niet stil, dat bewoog, dat was een wiegende massa met de golven mee. En hoe lang zou dat volhouden, dat een einde zou krijgen, dat in zou storten, dat was iets wat eigenlijk geen vraag, maar dat wist je zeker, dat was onontkoombaar. En als we dan naar buiten keken, verderop, dan was ook al een boerderijtje van Strien. God, dat is er niet. God, dat is al ingestort. Ja, waar zouden die mensen zijn? Ja, dat wist je zo natuurlijk, die mensen, die konden dat niet overleven. Maar zo kwam het steeds dichterbij. En mijn buren zien, Stoffel Hillebrand, die was in de hoofdsteden, en die was niet meer terug kunnen komen, die verschrikkelijke schreeuwen heeft. Verschrikkelijk zo aardig. Want men had er waf heen zien verdrinken en weg zien hij. Op bossenstroe en op een stuk dak. En zo, het was aardig om te zien hoor. Echtpaar en een zoon van 22 en een dochter van 15 of daaromtrent. En die mensen die zaten ook op het dek, op het dak. Maar dat kon ook geen stand houden. En die mensen die hebben toen, dat konden wij zien van die afstand, was voor ons 80 meter westwaarts. En die mensen die zagen we toen op het wrakhout, op dat wat allemaal in die straat dreef, zagen we trachten ze aan de andere kant van de straat te komen. En op dat wrakhout konden ze allemaal komen. De vader, de moeder en de zoon en de dochter, één voor één. Maar dan zag je er één doorheen, die zag je ertussen zakken. En je zag er nog één tussen zakken. Maar niemand lukte het nog weer om, wanneer die tussen dat wrakhout gezakt was, tussen die rommel, om daar weer op te komen. En zo hebben we gezien dat die vier mensen, die kwamen er alle vier jammerlijk. Ik kon wel goed zwemmen. En is vlakbij mijn vader gevonden. En als ik kijk hoe hij was, mijn vader die was een zware astmalijder, die heb hij nooit alleen gelaten, nooit, dat weet ik zeker. Zou ik ook niet doen. Maar het water kwam zo hoog daar op de zolder dat we daar ook weer af moesten. Zijn we door dat dakraampje naar het dak gegaan met 14 mensen. Want de buurman die heeft eerst de dakpannen eraf gegooid. Konden we beter zitten natuurlijk. Ja. En daar hebben we ook heel veel mensen nog zien verdrinken. Ja.
Ook een buurvrouwtje bij ons, die had 's morgens nog een babytje gekregen. En dat huis stortte in. En zij is op een vlotje weggedreven. Dat hebben we ook nog gezien met het kindje in de armen. En ja, dat dekentje zie je nog altijd zwaaien. Dat zie je nog altijd wapperen. Dan dreef ik gevoelsmatig de ene kant op, het andere moment dreef ik gevoelsmatig het andere, weer de andere kant op. En omdat het donker was, ik kon toch niet bekijken waar ik was. Ik meende steeds ergens in de polder te drijven. Maar ik denk dat dat onstuimige heen en weer drijven, dat ook wel geweest is. Toen ik de polder uitgedreven ben, de Oosterschelde op. Het is een eindeloos lange tocht, dat weet ik wel. Dat is me bijgebleven. En daar wacht je op. Ja, je wacht op het einde. Maar dan kom ik toch een keer en dan zie ik daar een dijk. Ja, en dan gaat er toch een gevoel van opluchting, een gevoel van dit is niet het einde. Komt er dan? Ja, dan word je toch weer een ander mens. Nog meer is de oorlog. Want toen was ik nog jong. Want toen was ik nog niet getrouwd. Dus zei hij veel, veel en veel meer en druk op mijn meid. Veel meer. En nou dan die kindertjes ziet hij nou zo als mijn kindertjes waren. En dan allemaal verdronken. Hé? Dan had er wel wat in jou, hoor. Als hij al bewaard te blijven ben. Dat vind ik. Hoe groot was het dorp Ouwerkerk eigenlijk? Hoeveel inwoners hadden ze? Ruim 560. 465. En er zijn er enorm veel omgekomen, hè? Ja, in de 90. Ik meen 95. Dat is dus 20%? Bijna 20% van de bevolking. Het was nog donker. Niemand wist wat of er precies op deed. Zodoende dat ook die mensen op die daken gingen zitten. Die daken gingen van die huizen af. En zodoende dreven die mensen op die daken weg. Ook jouw moeder en je broer? En mijn moeder en broer die zijn ook boven op de dak geklommen op een gegeven moment. Ze hebben de buren links en rechts zien verdwijnen. Toen stond ons huis nog overeind, omdat het iets hoger gebouwd was als die andere huizen die ernaast stonden. Maar ze zijn op een gegeven moment toch op de dak geklommen. Heeft mijn broer, die heeft direct tegen mijn moeder gezegd, of ze op de dak geklommen zijn. Mijn broer wel, maar die was alleen niet genoeg. Maar hij heeft mijn moeder er ook opgeholpen via het voorraam. Wat dan die zijhevel zo'n raam was. Is hij er ook opgeklommen. En toen heeft hij gezegd, hey, moeder, pannen eraf, pannen eraf. Hoe meer pannen eraf, hoe lichter op dat dak wordt. En hoe sneller, hoe hoger op dat plot komt te liggen op water. Want we zakken ook in. Waren de schrik en de doorstaande angsten en het grote verdriet duidelijk af te lezen. Velen hadden in enkele noodlottige uren schier alles verloren wat in hun leven betekenis had. Er woonden op dat moment in Hennekespot. Er stonden 9 huizen. Er woonden 21 mensen. En is alleen mijn moeder van overgebleven. Toen zijn ze met het dak tegen die paal, zo'n lichtpaal, zo'n A-paal met zo'n dwarsbalkje ertussen. Zijn ze met dat plot tegen die palen gekomen. En toen zei mijn moeder, of mijn broer dan,
Die zei, we gaan in die paal vlug, moeder. Maar dan zei, als we daarin staan, dan zijn we gered. Maar die paal, die gaat niet om. Ja, moeder geloofde dat is, die wou er eerst niet in. Maar die zijn ze toch in gaan staan. En toen zagen ze die andere vlotten, die zagen ze die mensen, hebben ze nog naar gezwaaid. Die zagen ze allemaal voorbij drijven. Toen zei ze nog tegen Leen, dat was mijn broer dan, zei, laten we er ook maar op de vlot gaan. Maar moest kijken, die mensen drijven allemaal weg. Toen zei die moeder, die verdrinken allemaal. Want dat vlot, dat komt bij dat gat, dat kapseist. Of ze komen met de grote golven, dat halen ze nooit. Die verdrinken allemaal. Dus die zijn de nacht zo ingegaan met de tweeën op die paal. Eerst hebben ze gezeten op dat bordbaaltje. Maar toen kwam het water nog hoger. En ze kijken, toen zijn ze gaan staan. Dan konden ze, toen hadden ze ook nog een beetje meer bewegingsvrijheid. En toen hebben ze erop gestaan. En mijn moeder hield Leen steeds vast. Maar op een gegeven moment stond die weer te dammen. En die glijdt zo uit de armen vandaan, zo het water. En verdronken. En verdronken. Toen heeft hij nog twee keer moe, moe geroepen. Het was gebeurd. En heb je ooit nog mensen gezien die je gered hebt? Nee. Het was allemaal veel te ver. Het is moeilijk iemand herkennen. Als je dat in Rijswijk hebt, in je eigen dorp waar zoiets gebeurt, dan gebeurt zoiets wel. Radio West, veel aandacht voor de watersnoodramp. Morgen hoort u daar de hele dag mini-documentaires waarin regiogenoten vertellen over hun ervaringen rond de watersnoodramp.